Hallo, ik ben Wietse Bosmans en welkom op mijn website. Ik ben geboren op 30 december 1991 en sinds mijn 9e doe ik al aan veldrijden en wielrennen, vooral veldrijden eigenlijk. Ik ben begonnen met crossjes te rijden in Nederland. Dat was op een heel oud BMX'je dat ik had gekregen van mijn moeder en mijn vader. Naarmate dat ik meer en meer wedstrijdjes daar wou gaan rijden, heb ik ook een fiets gekregen van mijn tante. Daar hebben we dan uiteindelijk crossbandjes op gelegd. En ja, dan kwam ik dus ook, daar kon ik ook gewoon sneller mee rijden. En naarmate de crossjes vorderden, ging het altijd maar beter en beter. En kon ik er regelmatig eentje winnen. Of was ik tweede of derde. En dan kwam ik dus bij de juniores. Het jaar ervoor bij de nieuwelingen kon ik nog niet echt heel goed meedoen voor de prijzen, maar bij de juniors als eerstejaars in de B-crossen kon ik al wel geregeld een mooie plaats rijden. En dat was toch wel heel plezant. En dan als tweedejaars junior heb ik een tiental crossen gewonnen en ben ik ook Belgisch kampioen geworden. En dat is toch wel heel plezant, aangezien het jaar erop tegen jongens van 4 jaar ouder moest rijden bij de belofte. In september begon ik dan al een nieuwe ervaring van 4 jaar, aangezien de belofteperiode 4 jaar was. Dat was dan voor de ploeg van BKCP, waar ik nu ook nog steeds voor rijd. En dat was een heel leuke ervaring, omdat dat een echte grote ploeg was en omdat dat altijd al een droom is om bij zo'n grote ploeg te rijden. En het tweede jaar werd ik al direct tweede op het Belgisch kampioenschap. Won ik ook 4 wedstrijden, waaronder Loenhout, Baal en de wereldbeker in Zolder. En toen moest ik nog 18 jaar worden in Zolder. Nee, wel. Dat weet ik niet, dat moet je eens nakijken. En als derdejaars belofte had ik eigenlijk een beetje een pechjaar. Dat is dus eigenlijk vorig jaar. Waardoor heel veel valpartijen en de conditie en zo was wel altijd goed. En ik voelde me eigenlijk altijd goed op training. Maar het zat gewoon nooit mee en altijd wat tegenslag. En dan ben ik pas, vanaf dat ik een beetje uit die negatieve spiraal ben gekomen, ben ik pas beginnen presteren. En dat was dan zo rond het wereldkampioenschap ongeveer. Dan had ik mijn eigen echt helemaal terug kunnen opkrikken. Dat mentaal en zo allemaal terug goed zat. En dan heb ik nog een reeks mooie wedstrijden gewonnen. Vanaf het vorige crossseizoen heb ik de aanbieding gehad voor een profcontract te tekenen. Dat heb ik dan ook gedaan. En dat is heel plezant natuurlijk, want dat was echt een kinderdroom en die is uitgekomen. Een van mijn specialiteiten uit de cross zijn zand omlopen. Dat vind ik heel plezant en je hebt er veel kracht voor nodig. Mijn lievelingsparcours zijn ook allemaal zand omlopen. What you know about my star?